Thank you.
lieve vrienden, ja, we zijn weer thuis. Het is op mijn loodje 19 minuten over 4. Ik zal kijken wat de computer zegt. Ja, ook 19 minuten over 4. Ik had de GoPro dus aan, maar ja, om nou te zeggen, het is noemenswaardig. Oké, ik maak er wel een vlog van. De batterij was op een gegeven moment ook leeg. Ik heb er geen nieuwe in gedaan. Het was wel een toegankelijkheidsrit. Ik kon wel op alle afdelingen komen, maar het was tevens ook een rondgang van het museum, want het is tevens een museum daar. En er werd dus ons verteld over hoe het allemaal verlopen is met die gebouwen in vroegere tijden, al voordat ik ooit geboren was, ooit voordat er anderen geboren waren. Met de oorlogen en alles, de bombardementen, noem maar op. En het is een en al museum, maar wij zijn nergens naar binnen geweest. Nee, het was een rit langs de gebouwen. En het was wel mooi. Heel veel info kreeg ik, maar onthouden, nee. Ik denk dat ik gewoon de volgende keer zelf die rit doe, maar dan zonder GoPro en in de handcamera mee, deze dus. En dan van de mooiste dingen die ik niet op de GoPro kon nemen, omdat we midden op een brug stonden en het was links van ons. Ja, dan kan ik dat niet filmen met de GoPro. Dus ja, en dan kun je deze wel er weer bij pakken. Ik had het allemaal wel mee, maar het was ook koud hoor, vreselijk, ja, open vlakte, iedere keer op de wind, het wordt weer hoedeweer, dus de volgende keer als ik weer weg ga, doe ik weer een hoed op, ja, want het is, ik krijg ook van mijn vlaggetjes, die op mijn booster staan, iedere keer tikken tegen mijn oren, nou daar word je ook niet vrolijk van, maar ja, het is gewoon koud, waterkoud, ja, ik had, de volgende keer doe ik ook mijn handschoen aan. Vooral als het zo'n vlakte is, waar veel wind staat. Maar oké, lieve vrienden, ik hoop wel dat jullie zullen genieten verder van de vlog. En ik heb verder wel genoten. Ja, en ook even de lol gehad van nu en dan. En dat moet ook kunnen, ook wist ik wel wat te vertellen. Ik heb geprobeerd ook zo te gaan staan dat het lichtschip Texel ook erop kwam. Ik weet wie de kapitein is geweest. Het was een kapiteinsvrouw, het was geen man, nee. Ze had mannen onder haar werken. Maar helaas, het was mijn vriendin met zijn leeftijd. Helaas ook niet meer, ook al een aantal jaartjes dood is ze weg. En het was een schat van een mensje. Lidie was haar naam. En, dat wist ik te vertellen. Maar ja, we stonden op een gegeven moment voor de kantine. Dat is ook van een museum. Museumkantine. En daar komen dan de schippers koffie drinken. We hebben hier ook een zeemanskoor. Dat heet het Stokerskoor. Die oefent daar. En daar heb ik vroeger, tenminste wat heet vroeger, een aantal jaren terug. Was ook nog ver voordat ik mijn geliefde man leerde kennen, heb ik met mijn pleegbroer Jan Pander daar als vrijwilligerswerk aan het werk geweest. En dat was hartstikke leuk werk. En iedere woensdagavond kwam het Stokerskoor daar repeteren en dat was altijd heel erg gezellig, ja. We kwamen pas morgens in de vroege ochtenduurtjes thuis. Maar ja, dat is gewoon niet meer. Ja, het Stokerskoor bestaat nog wel, maar een heleboel ook van overleden. Dus weer nieuwe erbij. En of we ze daar nog repeteren, dat weet ik niet eens. Maar dat was altijd wel leuk en gezellig. En mijn broertje is overleden. Op 58-jarige leeftijd, een darmkanker. Nou, mijn mannetje die is in die tussentijd ook al overleden. En er gaan zoveel om ons heen. Hoe ouder wij zelf worden,
des te meer mensen om ons heen die wij voor ons dierbaar zijn, vallen allemaal om ons heen als bosjes weg. Dat is niet te bevatten. Maar ja, oké, ook krijgen we wel weer nieuwe vrienden en kennissen erbij. En ja, maar het is niet hetzelfde. Toch anders. Maar ik wens jullie verder allemaal een hele fijne namiddag. Geniet er nog van. Ik ga koffie maken. Ik heb weer een bounty mee. Oh ja, ik heb ook nog een pakketje. Ja, dat was ook zo. Ik had gisteren een pakketje dat ik weg was voor de begrafenis. Had ik een pakketje. Dat wil ik allemaal niet. Ik ga jullie hier even neerzetten. Zo, en dan zet ik jullie naar achteren. Kijk of dat wil. Steuntje. Zo. Dan doe ik het hier open en ik weet al wat het is. Jullie weten dat ik een roze plek in mijn haar heb. Dat is verf. Maar ik had het besteld. Ja, en dat wil niet open, maar dan kunnen we hem wel open. Eventjes met de schaar. Hup. En dan zit er een... Helemaal nog zelf in. Zilverfolie. En dat zit helemaal geperst. Mijn hemel. Nou, dat kun je nog kapot scheuren. Zo. Kijk. Draaien we hem open. Nou ja, jullie zien in het kleurtje wel. Paars. Blijkt blauw op mijn scherm, maar het is paars. Het is duidelijk paars. Ja. Ik weet niet of we dat... Het is paars.uit.nl en niet blauw. Nee. Dus ja, maar in ieder geval, ik moet er nog achter komen hoe dat moet. Dat ga ik niet zomaar doen. En op de deksel staat er een meneer met een kuif omhoog en opgeschoren ook. En die heeft het ook paars, helemaal. Maar ik moet even zien wat voor taal het is. En dan moet ik het voor laten lezen, of desnoods laten vertalen. En dan graag even op papier zetten, ja. Haar coloring wax. Het is een wax. Nou ja. We zullen het beleven, maar ik doe het nu nog niet. Nee, waarom niet? Nou, ik wil dit eruit laten groeien, dat roze. En dan doe ik er voorlopig niks aan. Dan denk ik maar, ja, misschien nog bijpunt, ik weet het niet. Maar ik laat het weer even komen en langer laten worden. Waarom? 11 december, dan is het de grote dag van mijn dierbare, liefhebbende dochter Karin van der Werf en mijn aanstaande schoonzoon Roderick Staalman. Ja, die gaan dan trouwen. En dan wil ik er wel een beetje... En dan wil ik er wel een beetje leuk eruit zien, toch? Ja, ik zie er even goed wel leuk uit, maar dan niet met een kleurtje erin, want ik wil ook een hoed op hebben. En dat komt allemaal nog. En ja, mijn eigen zoon, ik hoop dat hij er ook bij kan zijn. Dat is Hart van der Werf, hij vlogt ook. Ja, hij heeft ook zijn eigen... Nee, niet Hart van der Werf, Hart van der Werf. Ik ben altijd door de war. Hij heet Hart van der Werf, ja. Hij heeft ook een eigen